Het is Wereldvoedseldag. Met een aantal simpele maatregelen kunnen ook wij als consumenten een hoop voedselverspilling voorkomen. Dit is Onder Ons. En verder vandaag, Frans Bauer heeft voor heel veel mensen een bijzondere betekenis. En dat blijkt ook deze week maar weer eens tijdens de CD-promotietour van de populaire zanger uit Feyenaard. En Bart Brentjes kan het mountainbiken niet laten. De oude Olympisch kampioen wil binnenkort bij de veteranen graag de Brazil Ride winnen. Een tocht van 565 kilometer in 7 dagen. Het is vandaag Wereldvoedseldag en nog altijd is er honger in veel delen van de wereld. Maar aan de andere kant wordt er dagelijks ook heel veel voedsel verspild. Zowel door producenten als door consumenten. In de studio bij ons Ed Hendricks uit Den Bosch, hij is voedseldeskundige. Van harte welkom Ed. We hebben afgesproken dat we elkaar bij de voornaam aanspreken. Ed, hoeveel voedsel gooien wij consumenten nu jaarlijks weg? Alle consumenten bij elkaar in heel Nederland gooien per jaar 3 miljard kilo voedsel weg. Dat klinkt als heel veel. Hoeveel is dat omgerekend per persoon of dat per huishouden? Ongeveer 50 kilo per persoon in de huishoudens. En daarnaast nog in supermarkten en op andere gelegenheden gaat zoveel weg. En als je dat omrekent in geld, is dat ongeveer 4,5 miljard. Veel geld. Waarom gooien we zoveel voedsel weg? Waar ligt dat nou aan? Het heeft een aantal redenen. Een van de belangrijkste redenen is dat we er eigenlijk niet op letten. We doen het eigenlijk maar. En ons voedsel is relatief goedkoop. Vinden we het niet belangrijk genoeg? Nee. Om erop te letten? Nee. En iedereen denkt dat hij ermee bezig is en dat hij erop let. Maar het is zo'n gewoonte dat het eigenlijk, ja, niemand let er eigenlijk serieus op. En wat je eigenlijk ziet is, en dat vind ik een beetje het rare, dat we lopen wel alle koopjes af in de supermarkt. Alle reclames willen we aflopen, want we willen goedkoop eten kopen. En vervolgens doen we dat en vervolgens gooien we dan 15% van wat we kopen, gooien we weg. Van alles wat wij kopen gooien we 15% weg. Ja. Hoeveel geld geven mensen gemiddeld uit aan voedsel? Van hun totale inkomen, gemiddeld in Nederland, is het tussen de 11% en 14% wat we van ons inkomen aan voedsel uitgeven. Is dat veel? Dat is relatief weinig. 30 jaar geleden gaven we nog 30% van ons inkomen uit aan voedsel. Okay. En nu is dat dus een stuk minder. Dus of we verdienen meer, dat kan natuurlijk ook. We verdienen meer en we geven ook dingen aan andere dingen geven uit. Ja. Aan de auto, aan de huren, aan de hypotheken, aan vakanties. Okay, maar enerzijds geef jij dus aan, we gooien zoveel eten weg omdat het ons niet zo interesseert. Zijn er nog andere redenen? Ja, het is ook niet weten dat je zoveel weggooit. En we houden het ook gewoon niet bij. Dus als je niet bijhoudt, weet je het ook niet. Nee. En daarom doen we er eigenlijk niet zoveel mee. Wat zouden we eraan kunnen doen om dat te voorkomen? Nou, het belangrijkste is naar mijn gevoel is weten wat je moet kopen. Dus als je naar de winkel gaat, dat je minimaal een boodschappenlijstje hebt. Dat je weet wat je nog nodig hebt. En dat je er thuis over nagedacht hebt. Zodat je niet in de winkel staat van heb ik het nog wel of heb ik het niet. Want ga je dingen kopen. En koop ook de dingen die je echt nodig hebt. En ga niet op aanbiedingen af waarvan je straks thuis bent de helft weer weg kan gooien. Mm-hmm. Dat soort dingen. Hele makkelijke tips waar je veel geld maar mee kan. Maar wat is dan bijvoorbeeld handiger? Moet je één keer in de week al je boodschappen gaan halen of kun je beter iedere dag een beetje halen? Het handigste is om één keer in de week de grote boodschappen te halen die lang houdbaar zijn. Een pot pindakaas of hagelslag of dat soort dingen. Daar kun je rustig één keer in de week halen of zelfs één keer in de maand halen. Mm-hmm. Maar verse producten, dat zijn producten zeg maar, die binnen een week, 10 dagen eigenlijk opgegeten moeten worden. Die zou je eigenlijk 2-3 keer in de week moeten halen. Okay, dan heb je nog het verschil tussen tenminste houdbaar tot en te gebruiken tot. Ik denk dat een groot probleem ook wel is dat heel veel mensen denken van het is vast niet meer goed, dus ik gooi het maar weg. Ja, ja mensen, Europeanen eigenlijk en met name in Noord-Europa, zijn hun contact met de voedselproducent helemaal kwijt. Dus ze weten helemaal niet meer wat er met voedsel gebeurt voordat het bij hun in de koelkast ligt. En omdat je niet weet wat ermee gebeurt en wat ermee kan, ga je helemaal af op wat er op de verpakking staat. Ja. En dan kijk je naar de datum die op de verpakking staat en vervolgens gooi je het weg. Omdat je niet beter weet. Maar als je je zintuigen gaat gebruiken en je maakt de verpakking open die over de... Maar dan hebben we het wel over de THT. De
tenminste houdbaar tot. Tot. Als je dan kijkt naar zo'n product en het is nog goed van kleur, het ruikt nog goed en het ziet er nog goed uit, dan kun je het rustig eten. Dan is er niks aan de hand. Okay. Alleen de THT wordt bepaald door de fabrikant en die gaat op zeker zitten. Ja, dus, en wij dus ook. En wij dus ook. Oké. Als we dan eventjes kijken naar de bedrijven. Het bedrijfsleven gooit natuurlijk ook heel veel weg. Wat kunnen bijvoorbeeld supermarkten doen om wat minder verspilling te hebben van hun producten? Nou, supermarkten hebben een heel geavanceerd systeem om hun producten op tijd in die winkels te krijgen. In de juiste hoeveelheden, in de juiste kwaliteit. Dat is een verschrikkelijk goed systeem. Wat nog wel speelt is dat er zoveel in de supermarkt ligt. Een gemiddelde supermarkt heeft tussen de 15.000 en 20.000 producten in de schappen liggen. Die producten moeten dus allemaal binnen die THT-tijd uit het schap verdwijnen. Nou, dat lukt niet altijd. Nou, die producten die moeten nu eigenlijk weggegooid worden. Je zou ook die producten die nog verwerkt kunnen worden binnen die THT-datum kunnen verwerken door andere bedrijven. Die het dan weer teruggeven aan de supermarkt. Dus bijvoorbeeld vlees wat over de datum is. Of groente wat over de datum is. Ga die gaar maken. Mm-hmm. En dan zijn ze weer goed. Dan kun je ze weer gebruiken. Maar zo werkt dat natuurlijk thuis ook. Ja, precies. Maar dit is natuurlijk een eeuwenoud probleem. Maar dat lijkt ook niet echt op te lossen. Ondanks dat we het zo graag willen. Nee, een aantal dingen. Dat is lastig. Want het is een mentaliteitsverandering. Die je moet doorvoeren. Maar bijvoorbeeld zo'n idee van zo'n supermarkt die zijn producten niet weggooit, maar weer naar bijvoorbeeld een cateraar toe brengt. En ik weet dat bijvoorbeeld Hutte Catering is daarmee bezig. Mm-hmm. Als je dat wel doet, dan ben je wettelijk, mag het niet. Oké, dan lopen we daar weer tegenaan. Dus als er de politiek iets roept, dan moeten ze ook naar hun eigen kijken en kijken of je daar een randvoorwaarde kunt invullen, waardoor het wel kan. En dan beginnen we inderdaad bij voedselverspilling en dan komen we toch weer op de politiek uit. Ja, nou, ja. En dat is ook een maatschappelijk iets, wat verspilling eigenlijk is. Want, en soms zijn producenten zijn best bereid om kleinere verpakkingen te maken. Maar een kleinere verpakking maken betekent meer verpakkingsmateriaal. Juist, en dat betekent langere logistiek. En dat kan wel eens meer gaan kosten. Het is een heel ingewikkeld probleem, inderdaad. In ieder geval bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan.